Superleuk dat je er bent bij deze nieuwe video. Zoals je de titel hebt gezien, ga ik jullie vandaag allemaal leuke back-to-school outfits laten zien. En dit is samenwerking met Naked. Ik heb weer echt een ontzettend leuke bestelling gekregen. Ik heb al een paar outfits, dus foto's van gemaakt. Echt plaats mijn story. En ik kreeg ontzettend veel de vraag waar ik de outfits van kreeg. Of in ieder geval van kreeg waar ik ze vandaan heb gehaald en waar de items van zijn. Dus ja, ik ben heel erg excited om dit met jullie te delen. Waarom praat ik dat zo raar? Jezus, ik vind het zo vreselijk. De items zijn dus allemaal al uitgepakt en ik heb er setjes van gemaakt. Dus het is niet een shoplog van wow, wat is het item en hoe staat het? Wat weet ik al. Dus ik ga jullie echt allemaal leuke items en setjes bij elkaar laten zien van Naked. En ja... Wordt leuk. Ik ben echt ontzettend blij met de outfits. Je kan ze ook naar een stage dragen. Ik ga ze namelijk ook gebruiken voor massage. Het is nu echt bizar heet. Dus ik zit echt allemaal semi-warme kleding aan te trekken. Terwijl het hier echt 25 graden is. Oké, maar dat maakt niet uit. En daarna heb ik wel nog een Chiquelle shoplog. Ik heb ook namelijk allemaal Chiquelle items ontvangen. En dat zijn namelijk topjes en broeken. Dit zijn namelijk geen setjes, maar het zijn wel leuke losse items die ik al gebruik voor naar back to school. Omdat deze video natuurlijk in samenwerking is met Naked, heb ik een ontzettend goede kortingscode voor jullie. Moet je even opletten. Ik ben namelijk de enige die jullie met deze korting 30% korting kan geven. Eigenlijk is de actie afgelopen van Naked met 30% korting. Heel veel influencers gaven 30% korting. En het stopt eind augustus. En ik heb geregeld dat dit door kan gaan een week in september. Dus de eerste week september heb jij met de kortingscode Sarah voor 30% korting op de hele website. En dit is dus de enige kortingscode die zoveel korting geeft. Ik ben echt ontzettend blij dat ik dit voor jullie heb kunnen regelen. Zodat jullie... Okay. Dit heb ik op het web gevonden voor eerst. Zodat jullie je back to school outfits nog met een lekkere korting kunnen kopen. En 30% is echt gewoon 1/3 zowat. Gebruik heel veel van hun items en ze blijven mooi. Mijn moeder, jullie kenden haar van de vorige Naked al. Ze is een kenner in de fashion en zij zegt altijd Saar, top items. Ik wil eigenlijk niet wachten om de items te laten zien. Dus heb je veel zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet dus niet op mijn kanaal te abonneren. Support me door op die rode knop te klikken en een notificatiebel aan te zetten. Hierdoor blijf je namelijk altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En hoef je nooit meer een video van mij te missen. En daarnaast kan je me ook volgen op Instagram. Dus @sarahverwoerd. En ja, hier... Ja, kun je me extra stalken, weet je? Waarom ook niet? En ja, ik plaats vaak story hauls met kortingscodes. Dus geef jullie extra kortingen. Deel veel van mijn leven. Extra kiekjes die ik toch minder snel op YouTube deel of zo. Ik weet niet, het soort spontane momentjes. Dus ja, weet je, follow me on the gram. Oké, laten we beginnen met de eerste outfit. En dit is denk ik ook mijn favoriete outfit. Ik heb hier de twee items. Het is een witte blouse eigenlijk. Hij is een beetje gekreukt omdat ik hem dus al aan heb gehad. Maar het is een witte oversized blouse. Wat ik nog niet had. Mooi stofje van katoen, linnen. Dus het is echt een fijne stof wat lang goed blijft. En hij heeft een leuk mouwtje. Dat vind ik ook altijd wel een leuk detail. Leuke mouwtjes. En daarbovenop doe ik deze blazer zonder mouwen. Dus deze draag ik er bovenop. Los. Ik heb de blazer in maat 36. En ik heb de blouse in maat 38. Deze ga ik combineren met dit broekje. Deze ga je niet echt zien. Maar dat als je bukt dat je wel ziet dat ik een broekje aan heb. En deze komt heel erg overheen met blazertje. Daarbij combineer ik leuke cowboy boots. Deze kun je echt overal vandaan halen. Ze hebben ze ook op Naked. Maar die van mij zijn toevallig van Bios Fashion. En om het af te maken heb ik een hele leuke riem van Naked. Deze kun je echt om elke jurk, whatsoever, dragen. En dit is een hele leuke gouden riem. Ziet er goed uit. En die ga ik om de blouse heen doen. Om toch een beetje speling te krijgen in het lichaam. Dat je een zo'n vlakke, rechte lichaam hebt eigenlijk. Alright guys, dit is het eerste outfitje. Ja, echt love it. Dit blouseje zit dus zo met die riem eromheen. Van het blazer eroverheen. En ja, je hebt eronder zeg maar een broekje aan. Je ziet het van achter ook. Maar het is niet echt dat je het broekje zelf van het ziet. En daarmee gecombineerd dus van die leuke cowboy boots. Ja, I freaking love this. Dit is echt een van mijn nieuwe favoriete outfits. Ik had ook aan naar Amsterdam.
Ik voelde me helemaal fashionable. Ik kreeg ook echt van iedereen complimenten hoe leuk dit was. Dus nou, ik vind dat ik dit wel leuk heb uitgezocht. En ja, dat is de eerste outfit. Oké, dan aanvullend eigenlijk op alle outfits. Ik ga hem nu op de eerste outfit doen. Is een superleuke herfstjas. Ik heb daarvoor deze hele leuke jas. Hij is lekker oversized. Leuk kleurtje, een beetje beige. Nude tint. Ik heb hem in de maat 36, omdat hij dus best oversized was. En ik wil echt niet dat hij te oversized werd. Dus dat is eigenlijk het volgende item wat eigenlijk pas ik op elke outfit. Oké, guys, dit is dan de jas. Lekker dus oversized. Zit top. Dit kan je eigenlijk over elke outfit heen gooien. Dat maakt het heel erg uit. Het staat leuk op deze outfit. Maar ja, zo'n beige oversized jas kan echt werkelijk waar op alles. Hij is dus wel cropped. Een soort van kort. Het is niet een hele lange. Maar dat vind ik juist wel leuk maken. Beetje speels. Ik vind het ook heel leuk bij deze outfit. Leuk met die knopen. En best wel warm. Ik zweet me hierin dood. Want zoals ik zei, is het best wel warm nu. Maar ik denk dat het echt heerlijk is voor op de fiets. Of op de scooter. Vooral in het najaar. Dat het echt een ideale back to school herfstjas is. Heel erg een leuke jas. Naked heeft trouwens heel veel leuke accessoires. Ik heb onder andere ook deze armband. En deze superleuke zonnebril. Deze heb ik echt ontzettend veel gedragen in Barcelona. Echt love it. Lekker groot, maar wel fashionable. Ja, I like it. Ik heb meerdere zonnebrillen van Naked en ik ben echt verliefd op ze. En daarnaast heb ik ook leuke klemmetjes voor in je haar. En deze zijn in leuke nude beige tinten. En deze zijn ook ontzettend handig voor naar back to school. Ik vind het altijd heel fijn om mijn haar vast te hebben. Als ik aan het werk ben, anders zit je maar met die losse haren zo in je gezicht. Dus zo'n klemmetje maakt het leuk trendy. Ik doe hem altijd zo. Gewoon, ik draai mijn haar zo omhoog. En dan doe ik gewoon even een paar keer zo draaien. Zodat ze in elkaar zit. Ik weet niet of ze kan zien. En dan zet ik die klem erop. En dan zit het zo eigenlijk vast. Nou, ik vind het echt heerlijk zitten. Dus deze ontzettend handig voor naar back to school. Dan voor outfit nummer 3 beginnen we met dit super, super leuke suede jasje. Hij is echt ontzettend zacht. Het is echt heerlijk. Ik heb hem in de maat 36. En ja, je kan deze natuurlijk ook als jasje dragen. Maar ik kan hem ook dichtmaken. Strikken erom en echt gebruiken als item voor een outfit. Ik zou daarbij een leren broekje combineren. Ik heb dit leren broekje van Conquest Fashion volgens mij. En ik zou daarbij ook gewoon lekker weer de cowboy laarzen combineren. Die staan echt onder alles leuk met een rokje of een jurkje iets. Maar ja, dat maakt dus niet uit waar je ze vandaan hebt. Ik vind alles voor de cowboy boots hier leuk onder. Ik denk dat zoiets er ook net zo goed leuk onder staat. Dus ja, het is een beetje wat je zelf wil en waar welke moed je bent. Ik ben vandaag echt in de cowboy laarzen moed. Dan het volgende outfitje. Ik heb dus een zwart leren kort broekje eronder gecombineerd. Dat kan je een beetje in het begin van september doen. Maar wordt het nou echt kouder, kan je natuurlijk ook gewoon lekker een zwarte legging onder doen. Dat kan net zo goed. Ook heel leuk. Ook weer gecombineerd met de cowboy boots. Ik vind dat altijd heel erg leuk onder dit soort dingetjes staan. En ja, dan het jasje zelf. Daar gaat het natuurlijk om. Super zacht. Lekker van een soort suede stofje. Voelt echt als goede kwaliteit aan. Ik heb nu er niets onder aan. Maar ik kan hem natuurlijk ook gewoon zo los dragen. Dat kan allemaal. Dan ja, voor de vierde outfit ja, wisselen we eigenlijk alleen het bovenstuk om. Naar deze super leuke blousejurk. Het is echt een hele grote oversized jurk. Blouse, dus ik ga hem gebruiken als jurk. Ik heb wel gewoon in de maat 36. Dus hij is echt gewoon heel erg oversized van zichzelf. Echt een soort als blousejurk bedoeld. Maar ja, ik voel me nooit heel erg comfortabel om, zeg maar, dit zonder iets eronder te dragen. Dus daarom draag ik hierbij hetzelfde leren broekje. Deze ga je bijna niet zien. Maar stel je bukt of het vliegt omhoog, zie je hem dus wel. En het leuke aan deze blouse vond ik echt de mouwen. Heel erg leuk met een strikje erom. En ik had nog helemaal geen leuke zwarte oversized blouse. Ik hou echt van zwarte blouses. Dit is echt een must-have item
voor naar school. Een oversized blouse, dat hoeft natuurlijk niet met een kort broekje. Je kan ook met een legging of een broek of weet ik veel wat je eronder wil. Maar even zo'n oversized zwarte blouse, echt een must-have item. Alweer de derde outfit en dat is deze ontzettend leuke oversized blousejurk. Echt een mega oversized blouse. Hij komt echt wel tot laag. Maar ik heb gewoon weer het zwarte leren broekje eronder. Het staat gewoon leuk. Als je bukt of de wind waait omhoog, weet je, dan is er niks aan de hand. Ik ben echt obsessief met blouse. En helemaal met leuke mouwtjes eraan. Ook weer cowboy boots onder. Maar goed, dit is de blouse. Heerlijk oversized. Echt heel erg leuk voor de herfst, vind ik. Heerly, beerly. Dan voor outfit nummer 5. Ja, staat eigenlijk deze broek centraal. Ik heb deze broek al meerdere keren gedragen. En ik ben er echt zo blij mee. Ik denk dat jullie hem ook wel voorbij hebben zien in de vlog van Barcelona. Ik heb deze namelijk aangehad naar de heenreis. En het leuke aan deze broek is dat hij super comfortabel zit. Heel erg zacht is. Is hij ook chic. Het is echt een mooie satijnen broek. Die mooi aangesloten zit. Dus ja, hij ziet er echt best wel een soort chic en leuk uit. Maar je hebt echt een super comfortabele broek aan. Dus dit is echt mijn favoriet. En daarbovenop dit blouseje van de Mango. Niet heel bijzonder. Kort, maar wel oversized. Dus ik denk dat ik hem wel even ga knopen erop. En daarbij te combineren deze sneakers. En deze vind ik er zo leuk bij. Omdat ze groen, groen erin hebben. Het jammer is alleen dat ik ze niet pas. Dus dan zou ik je aanraden om ja, een maatje groter te nemen van deze schoenen. Want bij mij zit ze echt veel te krap bij mijn teen. Maar ik vind ze wel heel leuk bij dit outfit in ieder geval. Dan is dit outfit nummer 4. Volgens mij nummer 4. Met mijn favoriete broek. Hij zit super lekker en comfy. Maar hij ziet er wel een soort netjes en classy uit. Ja, hij zit dus gewoon mooi zo. Ik heb maat 38. En ik vind het kleurtje echt heel erg leuk. Echt zo'n leuke kleur groen. Ik heb er dus een blouseje gecombineerd op van Mango. Dit is gewoon een best wel oversized los blouseje. En die heb ik zo leuk geknoopt. En dan zo een beetje onder mijn BH geduwd. Dat je zo'n leuk effectje krijgt. Dit is gewoon wat simpelere outfit. Ja, dit is gewoon lekker comfy, leuk. Maar je ziet er wel gewoon goed uit, vind ik. Dan voor outfit nummer 6, een item wat ik helemaal nog nooit heb gedragen en ook niet heb. Dat is deze linnen zwarte broek met hele wijde pijpen. Dat is iets wat ik totaal nooit draag, maar wel zo leuk vind bij anderen. Dus ik wil hem ook gewoon een keer ja, aankijken hoe het bestaat. En ik vind het echt heel erg leuk. Omdat het natuurlijk al heel erg oversized is, zou ik hier niet zo snel iets oversized op doen. Terwijl je dat wel echt ziet dat ze hier dan bijvoorbeeld een zwarte oversized blouse op aandoen. Maar ik voel me daar toch niet helemaal mezelf in of zo. Dus om het toch iets meer mijn stijl te maken, combineer ik er een super, super leuk jasje op. Ik vind het printje echt amazing. Kijk hoe leuk dit is. Ik kan hem ook dichtknopen en als vestje aandoen. Maar ik vind het wel leuk om als jasje te gebruiken onder gewoon eenzelfde cremig, beige, kleurig, nou een beetje crème-wit topje. Deze is dus van Chiquelle. En dat is gewoon leuk om eronder te dragen. Maar dit maakt het toch wel iets meer mijn soort stijl en outfit. En ik vind het echt heel erg leuk gewoon voor een dag naar school. Omdat die broek zeg maar zo wijd uitloopt, vind ik het leuk om er grove chunky sneaker onder te doen. Dan is dit alweer outfit nummer 5. Dit is ook echt een van mijn favorites. Super, super leuk jasje. Ontzettend leuk voor de herfst, voor naar school. Dan deze ontzettend leuke linnen broek. In het zwart. Iets wat ik normaal helemaal niet draag. Of helemaal niet heb. Maar wel heel erg gaaf vind. En steeds meer wil dragen. Hij loopt dus uit in hele wijde pijpen. En daarom heb ik er leuke chunky sneakers onder gedaan. Ook van Naked. In het beige met zwart. Dus dat het een beetje allemaal samenkomt. Maar dit is echt ook één van mijn favorieten. Dit waren alle items van Naked. Wil je het bestellen? Vergeet dan zeker niet de kortingscode SAGEVOOR30 te gebruiken. Zoals ik zei is dit dus op het moment de enige kortingscode van overal. Waar je nog 30% korting in de eerste week van september kunt krijgen. Dus wil jij nou je back to school outfit shoppen met meer korting? Gebruik dan mijn code. Dan gaan we door met dit mega grote pakket van Chiquelle. Voor Chiquelle heb ik ook een kortingscode. Dat is namelijk SAGE20. En dan krijg je 20% korting. Altijd lekker meegepakt. Ik heb ook items geselecteerd met de look van back to school. Herfst, not summer related. In ieder geval dat.
Dus leuke items, maar los, niet echt in outfits. Dus bij Naked heb ik echt outfits gemaakt en het zijn gewoon allemaal leuke losse items. Oké, ik ga beginnen bij Chiquelle met de eerste en enige broek die ik heb. Heel erg benieuwd hoe die zit. Ik vond vooral de kleur heel erg leuk. Een soort beetje nude, grijzig beige, ja. Het is een soort pantalon. Hier net de aansluiting. En hij loopt in wijde pijpen uit. Maat 38. Let's try. Oké, dit is dus de broek. Ja, heel erg leuk. Alleen hij is gewoon te groot. Veel te wijd. Ja, want ik vind het verder wel echt een ontzettend leuke broek. Kijk dan hoe leuk dit is. Maar ik vind hem wel echt heel erg aan de wijde kant. Nou, misschien met een riem wel leuk. Ik kan het even proberen. Oké, ik ben te hard gaan gillen. Want met riem is het eigenlijk perfect. Jongens, dit is heel irritant. Ziet hij zonder in. Ja, met riem is het eigenlijk top. Veel beter. Heel erg leuk. Ik zou hem wel met een crop top dan dragen. Want anders zie je zo'n rare bobbel van die riem altijd. Wel leuke nette broek. Heel erg leuk van de school ook. Of van naar je stage, naar kantoor. Oké, het volgende item is dit. Dit is een soort korte mouw truitje. Ik vond het patroontje echt heel erg leuk. Zo gevlochten patroontje. Dit is heel erg leuk over een blouse heen. Maar kan je ook gewoon losdragen als dat te heet is. En hij is een beetje cropped dus. Dit is het topje. Heel erg leuk. Ik zou niet zo snel deze broek dragen meteen. Ik vind het ook heel leuk om hieronder een witte blouse te doen. Maar ik vind het wel echt een ontzettend leuke top. Gewoon heel basic. Maar ik denk dat je dit wel echt ontzettend leuk kan combineren. Dan heb ik hier een shirt of zo. Oh ja, ik weet het alweer. Dit is een shirt met shoulder padding. Dus een eigenlijk wat speelser shirt, een minder saai shirt. Deze ja, heeft dus schoudervullingen. En ja, verder gewoon een heel basic shirt. Maar soms moet je ook gewoon leuke basic items hebben om hier een leuke blazer op te doen. Of gewoon wat leuker te maken. Voor naar back to school gewoon een leuk simpel shirtje. Dan is dit het shirt met schoudervullingen. Zoals ik zei, ja, maakt dit gewoon nog even net extra leuk. Hij is dus best wel een soort lossig, lekker luchtig oversized. Leuk om dan ja, in een broek te doen. Om een beetje een leuk fel kleurtje eruit te laten komen. Dus ja, gewoon een echt heel basic simpel shirt. Maar ja, wel gewoon leuk. Het volgende item vind ik echt heel erg leuk. Ik ben benieuwd hoe het me gaat staan. Dit is een, ja, hoe noem je dit ook weer? Dit kan je ook over een blouse heen doen, maar kan je ook net zo goed losdragen. Hoe heet dit nou? Can someone please help me? En ja, leuke schattige kleurtjes. Oh, dit is een one size. Nou, dit is een one size, dus je hebt alleen deze maat. Dan deze leuke top, echt. Dit is echt een van mijn favoriete tops. Ook leuk om over een blouse heen te doen. Het ziet er niet uit op deze broek. Dus we gaan hem gewoon lekker zo laten zien. Ik vind hem heel erg leuk. Schattig. Begin van september, in het begin van de schooltijd, dan kan je hem gewoon lekker zo aan. En als het wat kouder wordt, kan je lekker een blouseje eronder aan doen of zo. Heb ik hier nog een shirt. Ik heb namelijk ontzettend weinig shirts. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik doe altijd shirts weg. Ik doe ook weinig shirts aan, moet ik zeggen. Terwijl ik het wel heel leuk vind. Dit is echt een heel erg oversized shirt. Maar juist des te leuker. Leuk op een legging. Of om juist te knopen op een broek. Vind ik ook altijd heel erg leuk. En deze heb ik ook in maat M gekozen. Zodat het lekker oversized valt. Dan hier het oversized shirt. Het zit nu op deze broek. Met dit, ja, het ziet er werkelijk heel erg gewoon uit. Dus ik ga het ook gewoon hier laten zien. Maar ja, je zou hem natuurlijk ook gewoon echt kunnen knopen zo. En dan op een broek dragen. Dat vind ik ook leuk. Maar ik vond hem juist wel leuk om lekker oversized te kopen. Om als oversized shirt te gebruiken. You know. Dan heb ik hier een trui in de herfst. Heb ik ook in Nederland genoeg koude dagen. Dus een lekkere trui komt altijd van pas. Deze heeft een hele type V-hals. En is cropped. Ontzettend leuk. Met mouwen. Nou, goh. Tuurlijk met mouwen. Echt. Wat een omschrijving. Nou, in ieder geval. Hij is oversized, maar wel cropped. Dus dat vind ik altijd heel erg leuk. Geeft een soort bepaalde vibe. You know. Deze zomer is echt een vibe. Ik heb hem in maat M. Zodat hij dus ook een beetje oversized valt. Dan deze trui. Heel erg leuk. Lekker oversized. Heerlijk. Je kan hem ook nog lekker een beetje zo doen. Om wat speelser te maken. Maar kan ook gewoon zo. Ja, ik vind het echt, echt super leuk. Yay. Heb ik nog een trui. Want aan één trui vind ik niet genoeg in de winter. Dit is echt een super leuke trui. Deze heb ik ook in de maat M genomen. Zodat hij wat oversizer zou vallen.
Hier staat gewoon in rode letters Malibu op. Niet heel bijzonder, maar wel heel leuk. Heel leuk zo'n trui op een rokje met hoge laarzen. Dan de Malibu sweater. Hij is lekker oversized ook. Heerlijk. Totaal niet op deze broek gericht. Maar wel heel erg leuk. Dus lekker op een legging of op een rokje. Wel een heel leuk item. Lekker warm. En hij is echt heel zacht trouwens. Hij zit echt ontzettend lekker. Hij is echt heel erg lekker zacht en warm. En dan als laatste heb ik hier nog een trui. En dit is een het is wel een trui met capuchon. En ik vond de print erop eigenlijk gewoon heel erg leuk. Ik zie het best wel vaak voorbij komen. Dingen met tennis en zo. Ik weet niet waar, uit welke hoek dat eigenlijk nou opeens komt. Maar en ik vind het best wel leuk. Dus dit is wel maat S. En dan weer het laatste item. Ook gewoon lekker oversized truitje. Heerlijk. Ik zou het ook niet op deze broek dragen. Wederom. Ik hoef het ook eigenlijk niet te zeggen. Het gaat gewoon om de losse items. Dat heb ik al gezegd. Ik vind de print echt leuk. Leuk voor de herfst. Leuk donkergroene. Donkergroen tintje. Een heel basic item wat je gewoon lekker in je kast kan hebben liggen. Dan was dit eigenlijk alweer de shoplog. Ja, ik ben echt ontzettend blij met alle items. Ik vind de outfitjes van Naked heel leuk. En de losse items van Chiquelle net zo goed. Dus vond je de video net zo leuk? Dus ik vergeet dus zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet niet de kortingscodes te gebruiken. Die staan allemaal in de beschrijving. De linkjes, de maten, alles staat in de beschrijving, jongens. Check de beschrijving voor alle informatie die je nodig hebt. Dus, nou ja, heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. Wil je me supporten? Vergeet zeker niet op die rode knop te klikken en me dus te abonneren. Notificatiebel aan te zetten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!